Breda Nu. Je weet het meteen. Kunst- en antiekbeurs Art Breda staat voor het derde jaar op het Chasséveld. Dit jaar hoopt de organisatie 20.000 bezoekers te trekken naar de beurs. Dat hopen we altijd natuurlijk. Maar het gaat niet lukken. Gisteren was het weer te mooi en vandaag is het weer te slecht. Het is wel heel druk hoor, er komen massa's mensen. Ik denk eigenlijk als ik een cijfer in een poeltje zou moeten maken, zou ik nu toch meer dan 20.000 zeggen, want dat hoor je dan te doen. Maar ik vrees dat we tussen de 19 en de 20 gaan komen. 19.476, zoiets gaat het worden. Ligt een beetje aan het weekend ook. Hè. En wat zijn nou echt de publiekstrekkers hier? Waar komen mensen nou veel op af in deze beurs? Ja, dat is dus heel moeilijk te zeggen, want er zijn echt heel veel highlights, maar sommige mensen hebben gelezen van die ring van 1,2 miljoen bij Parthijs. Vinden ze leuk om te kijken. Hoeveel mensen komen er nou af op de dure ring? Nou, bijna iedereen die langskomt, die wil wel even een blik op de diamant werpen. We zijn natuurlijk al behoorlijk mee in de media geweest en het is wel echt een publiekstrekker. Kunt u misschien ook zelf wat meer vertellen over de ring, waarom die zo speciaal is? Het is een fancy light pink, dus dat is de kleur van de steen. En dat is eigenlijk hetgeen wat de ring zo bijzonder maakt. Diamant wordt in verschillende kleuren gevonden in mijnen. Maar het licht roze is toch wel echt heel uniek. Ja. Dat komt maar zeer zelden voor. We zouden misschien weten of dit het duurste stuk is wat hier op heel de beurs is. Zover ik weet is het duurste stuk op de beurs. Maar sommige mensen komen dan voor juwelen. We hebben een aantal goede juweliers, we hebben edelsmeden, we hebben mensen die oude juwelen brengen, nieuwe juwelen. Maar je hebt ook middeleeuwse beelden, je hebt ook schilderijen van 1800 tot 1900. Je hebt Aziatica, met dingen uit Japan en China. En het is maar net, en hedendaagse kunst natuurlijk, dus het is maar net waar je voorkeur naar uitgaat, waar je voor komt. Dan pak je de rest wel mee, maar je denkt van ik wil een mooi modern schilderij van een levende kunstenaar. Ja, dan kom je voor de hedendaagse sectie, dat zijn wel 30 deelnemers. Dus daar is echt van alles is ook genoeg en leuke dingen te zien. De organisatie moest dit jaar iets opschuiven op het Chasséveld dat positief uitpakte. Daarnaast kwam er een onverwachte, maar leuke uitdaging bij kijken. Midden op het Chasséveld staat een elektrahuisje. En dat elektrahuisje staat nu midden op de beurs. Niemand kan het vinden, het is heel goed verstopt. En er staan er ook nog, het is een speurtocht. Komt allen kijken en probeer de 3 parkeermeters te vinden die we hier verstopt hebben. Staan midden op de beurs, maar je kunt ze niet meer vinden. Het elektrahuisje ook niet. De directeur vindt alle deelnemers even goed, maar heeft stiekem toch een favoriet onder de kunstwerken. Ik heb stiekem wel, ik kan het hier vandaan zien, daar hangt een tekeningetje van Willem van der Velde de jongere. Dat is heel bijzonder en die kost daar maar €2500. En om de hoek hangt er eentje, die kost €38.000. Ik weet er nog wel eentje te hangen voor €22.000. En €2500 vind ik, is ook maar een lullig schetsje, zeg maar. Maar het is wel bijzonder, dan ben ik er toch wel weer gevoelig voor om te denken, ja maar dan heb ik een echte Willem van der Velde, die zelf getekend heeft. Dat is wel een bijzonder dingetje. Misschien ga ik het wel kopen.